als ik het goed begrijp, zijn we altijd al heel geweest. Ja. Want dan speelt ook opvoeding in dat nu ook geen rol. Nee. Alleen maar als je daar in die tweede laag zit. Door dus, niks gaan zoeken van waarom. Dat hoeft dus, helemaal dus niet. Dus dan blijf je in die laag zitten. Ja. Het is een compleet daar uitvallen of dat doorzien. En dan ben je in één klap af van dat hele verleden en weet ik wat allemaal. Je weet dan nog wel, van ik heb daar gewoond en er is dit gebeurd, maar het betekent gewoon niks, nu. Terwijl als we dit serieus nemen, dan moeten we gewoon 20 jaar in therapie, want we zijn allemaal zo getraumatiseerd als de pest. Geboren worden is al een trauma waar je bijna niet van herstelt, weet je wel. Nou, dan komen die opvoeders er nog een keer overheen. Boah. Dus het is altijd vanuit het nu te vertrekken van... Ja, want dit is ook strikt genomen... Dus laten we niet doen voor de duidelijkheid dat nu een plek is. Nee. Maar strikt genomen, je hebt niks anders. Er is niks anders. Dit. This is it. Wat je ook meemaakt, je ervaart het nu. Je hebt nooit gisteren iets meegemaakt of volgend jaar. Alles wat je meemaakt is altijd hier en nu. Het is niet waar je naartoe kan of zo, dat is wat je bent. En wij doen net van, ja, vorige week en toen ik 10 was en... Weet je wel? Toen ik dat ongeluk had, toen jij dat ongeluk had, ervaarde je het als hier nu. Boom! Dat was hier nu, dat is niet toen. Nou, dit hier is gewoon brandschoon. Er zit geen krasje op. Het is altijd fris. Altijd vrij. En ik hoef er niks voor te doen, want it's already there. Je kunt ook alleen van in dat nu zijn. Het is het enige wat er is, dus dat is het enige waar je feitelijk bent. De rest is dus in die laag gefantaseerd. Een fantasieverhaal van ik ben daar geboren, bla bla bla, weet je wel. Het is gewoon een verhaaltje. Maar de realiteit is dit. Toch gaaf? Altijd fris, altijd compleet. Er ontbreekt nooit iets aan dit. En alles is welkom. Iedere beweging, emotie, gedachte, gebeurtenis. Het is allemaal goed. Yes. Dan kan je ook nooit het slachtoffer zijn van... Tadaa! Exact. Dat bestaat alleen in die talkbox. Er is je nog nooit iets aangedaan, je hebt nog nooit iemand iets aangedaan. Er is alleen maar dat. En dat alle anderen het leuk blijven vinden om over aandoen en aangedaan te praten, moeten ze lekker zelf weten. It's no problem. Maar mijn beleving is, er is mij nog nooit iets aangedaan of overkomen. Ik heb ook nog nooit iemand iets aangedaan. Als iemand het toch zo ervaart en begint, Hans, jij deed dit, dan zeg ik gewoon, oh ja, sorry hoor. Want dan is die ander weer tevreden. Het kost mij niks. Maar ik heb die beleving niet. Ik heb ook niet de beleving dat ik iemand geholpen heb of iets dergelijks. Dus als ze zeggen, dankjewel, weet je wel, want ik voel me nu zus en zo. Ja, dan ben ik daar blij om, maar I didn't do it. It's not mine. Dus dat hele schuld, boete, trots, weet ik veel, gedoe, daar is gewoon meteen aan de kant. Heerlijk, houdt het lekker fris. Er staat ook ergens in de Bijbel, volgens mij, dat Christus zegt, haal eerst de balk uit je eigen. Yes, yes. Dat is een heel goed advies, ja. Voordat je gaat stenigen en zo. Ik vind het toch een onsympathieke hobby, maar goed, dat is weer wat anders. Ja. Nog een intense, belangrijke vraag? Of is het wel goed zo? Wat denken jullie?
Iemand iets? Vragen, klachten? Thank you, thank you, thank you. Be well.